welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets heel unieks testen, iets nieuws wat ik nog nooit heb gedaan. Volgens mij is zoiets nog nooit uitgekomen bij Essence. Maar ik ga deze Essence Blooming Babe set testen. Dit is een beauty set met allemaal make-up van Essence erin. En ik ga daar gewoon een hele look mee maken. Ik ga vandaag kijken wat ik van alle producten vind. En of het echt een geschikte set is voor echt een leuke, mooie, volledige look. Toen ik deze set zag, had ik ook op Instagram gevraagd of jullie een review hierover willen zien. En de meerderheid van de mensen zei ja. Ik weet dat jullie Essence en Catrice altijd heel erg leuk vinden. Dus ik dacht, ik ga hem bestellen. En ik ga gewoon bekijken wat ik ervan vind. En dat ga ik doen samen met jullie. Dus als je deze video nu al leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we heel snel beginnen met deze video. Want ik ben echt super benieuwd. Oké, jongens. Dit is dan de set. Dit is de Essence Blooming Babe set. En deze kost €14,95. En is te koop bij Boozy Shop. Ik zal ook beneden in de beschrijving een linkje zetten. En hier zit een aantal producten in. Op de achterkant staat wat er allemaal in zit. Dat is wel fijn, want dan weet je al van tevoren wat je koopt. Dus het is niet een mystery box of iets. Je weet al gewoon echt wat erin zit. En er is maar één versie. Dus er zijn niet een aantal versies of zo. Dus ik ben echt zo benieuwd. Oh my god. De producten zien er allemaal best wel leuk uit. Dus ja, ik ben best wel enthousiast hierover. Ik heb hem nog helemaal niet opengemaakt, dus dat ga ik eerst doen. Er staat ook op vegan, dus alles is vegan. Dat is ook top. Vegan en cruelty free. Oké, jongens, hoe moet dit open? Oh, ik denk dat ik hem kapot heb gemaakt. Oh my god. Ik heb echt geen idee hoe dit open moet, maar ik ga hem gewoon open scheuren. Ik heb schijt. Ik heb schijt! Dit is dan hoe het eruit ziet van binnen en ik ga gewoon alles eruit halen. Ik zie hier gelijk als eerste deze beauty spons om je make-up mee aan te brengen. Ik zie hier een blush. Volgens mij is dit gewoon een blush. Deze ziet er wel echt heel erg mooi uit. Dan hebben we hier een heel groot oogschaduwpaletje. Of ja, heel groot. Hij is niet echt heel groot. We hebben een liquid eyeliner. We hebben een gezichtsprimer. Deze gezichtsprimers van hun zijn altijd wel fijn. We hebben hier deze mascara. We hebben een smoothie lip gloss. Is het een lipbalm of een lipgloss? Er staat op gloss, dus ik ga gewoon vanuit dat het een lipgloss is. En als laatste hebben we ook een lipstick. En that's it. Dan is hij helemaal leeg. Kijk, helemaal leeg. Oké, je krijgt dus 8 producten voor slechts €15. Dat is echt een heleboel voor heel weinig geld. Dus ik ben heel benieuwd. Volgens mij heb ik al deze producten nog nooit gebruikt. Volgens mij heb ik deze mascara wel ooit getest, maar ik weet het niet meer zeker. Volgens mij vond ik hem slecht. Maar ik weet het dus niet meer zeker. Maar ik ga denk ik gewoon beginnen met een gezichtsmake-up. Zo'n beauty kit lijkt mij echt ideaal als je een beginner bent in make-up. Want dan heb je gewoon gelijk een hele set voor heel weinig geld. Oh, dit paletje is ook mooi. Kijk hoe mooi de kleurtjes zijn. Best wel neutrale kleurtjes. Dat is wel fijn, want dan matcht het met iedereen. Oké, ik denk dat ik gewoon ga beginnen met mijn gezicht, jongens. Is het overdreven als ik deze panter haarband in doe, omdat ik al panten draag. Ja, het is een beetje overdreven. Maar ik heb schijt. Ik ben overdreven. Ik denk dat ik eventjes ga beginnen met deze smoothie gloss. Hij is best wel klein, 8 milliliter. En er staat echt gewoon op smoothie gloss. En dan zo een aardbei. Ik denk dat de geur dat is of zo. Ik heb nou al een balmpje op, maar die ga ik er even afhalen. Oké, dit is dan hoe het eruit ziet. Oh my god. Oh my god. Het spoot er gewoon uit. Oké, dat was niet echt de bedoeling. Wow, het is wel echt heel rood. Oké, ik ga even een beetje hier afvegen. Het ruikt ook echt naar aardbei. I love it. Oh my god, it's a mess. Ik ben echt een bende ervan aan het maken. Dit ding is zo gevoelig. Als je ook maar een heel klein beetje drukt, komt er al superveel uit. Oh my god. Oké, het is dus gewoon echt rood zoals je kunt zien. Het voelt op zich wel gewoon fijn aan. Alleen dit ding is gewoon niet fijn. Het is echt veel te gevoelig. Oké, dan gaan we verder met het volgende product. En dat is deze gezichtsprimer. Dit is de Glow Boosting Plus Pore Minimizing Primer with Pink Clay. Al deze producten zijn ook individueel te koop. Dus mocht je iets zien wat je wilt hebben, het is gewoon los ook te koop. Er staat hierop dat dit je gezicht laat glanzen en je poriën minder maakt. Nou, dat is top. Ik ben altijd wel op zoek naar iets wat mijn doffe, droge huid laat glanzen. Dus ik ga hem proberen. Deze had ik ook in een andere versie. Ze hebben hier een aantal versies van, weet ik toevallig. Oké, dit is hoe het eruit ziet. Een beetje zo rozig. Oeh, het ruikt echt heerlijk. Een beetje een parfumgeur of zo. Het laat mijn gezicht inderdaad een beetje glanzen. Kijk, helemaal zo die glans. Ik vind het mooi. Het is helemaal niet zo too much of zo. Het is ook niet glitterig. Het is echt gewoon zo'n mooie glans. Precies wat erop staat. Het brengt ook gewoon fijn aan. Het is niet zo heel dun. Af en toe bij die betaalbare is het helemaal zo super dun en zo. Maar het voelt best wel gewoon dik aan. Dat is ook wel fijn. I like it. Ik vind het fijn.
Heel mooi. Dan ga ik verder met deze beauty sponge. Kijk even hoe schattig deze verpakking is. Met dat gezichtje zo. Super beauty sponge. Ik vind het echt super super cute. Laten we hem gaan proberen. Ik hoop gewoon dat hij zacht gaat zijn. Het is wel een hele aparte spons. Kijk hoe die eruit ziet. Heel apart is. Nou ja, ik ga hem eventjes beneden nat maken. En dan zien of hij dan een beetje groeit. Daar ben ik weer. En hij is echt een stuk gegroeid. Hij is ook best wel zacht. Hij voelt best wel zacht aan. Alleen deze vorm, jongens. Wat is de bedoeling hiermee? Moet je hiermee blenden? Moet je hiermee blenden? Ik snap niet precies wat ze hiermee willen. Maar hij is wel echt super groot. Hij is echt veel gegroeid. Hij is ook best wel zacht. Dat had ik niet echt verwacht. Ik dacht echt, deze spons wordt echt helemaal niks. Maar hij voelt op zich best wel gewoon goed aan. Ik ben een beetje in shock. Ik ga even hiermee mijn foundation aanbrengen. En ook mijn concealer. Maar ik weet niet precies hoe ik hiermee concealer ga blenden. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik ga mijn Wet n Wild Dewy Foundation aanbrengen. In de kleur Desert Beige. Oké, even kijken. Ik denk dat ik... ik weet niet hoe ik het moet gebruiken. Dit is zo raar. Ik denk dat ik gewoon de onderkant gebruik of zo. Gewoon zo. Wauw, eventjes by the way. Kijk deze prachtige glans over mijn gezicht. Dat komt echt door die primer. De foundation heeft ook wel een glans. Alleen ik heb die echt al super vaak gebruikt. En het is nooit zo heftig. Dus deze mooie glans komt echt door die primer. I love it. Deze spons is fijn. Hij is lekker zacht. Hij is gewoon groot. Dat vind ik fijn. Alleen ja, deze shape. Ik weet niet. Dat vind ik gewoon niet zo fijn. Ik had hem gewoon graag gewoon normaal gehad. Gewoon normaal rond. Want dit is echt niet echt praktisch. Als concealer gebruik ik mijn NYX Can't Stop Won't Stop Concealer in de kleur Natural. Oké, dan ga ik dat blenden met deze platte kant of zo. Ja, of niet? Ja, ik denk dat deze platte kant het makkelijkst gaat zijn. Nou, jongens, nee. Deze shape is gewoon echt niet fijn. Er is gewoon geen enkele fijne hoek om je make-up mee uit te blenden, zeg maar. Ik snap niet waarom hun dit helemaal zo raar hebben gedaan. Ik vind echt helemaal niks. Ondanks dat hij wel gewoon groot is en lekker zacht. Dus hij had echt potentie. Maar ja, deze shape is gewoon echt niet fijn. Dus echt, ik ben echt gewoon aan het struggelen. Oké, dan ben ik klaar met de spons. Ik denk dat ik zo meteen ga beginnen aan de ogen. Dus ik ga even mijn gezichtsmake-up verder afmaken, behalve blush. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ben ik weer. Ik heb wat poeder aangebracht, neuscontour en bronzer. En that's it. Nou ga ik verder met de ogen. Ik ga in met dit oogschaduwpaletje. Dit is het Love What You Do Eyeshadow Palette. En het ziet er echt prachtig uit. Kijk even hoe mooi dit paletje eruit ziet. Het is een mix van matte en glanzende kleurtjes en vooral neutrale kleuren. Dus heel erg mooi dit. Ik heb volgens mij al in een lang verleden zo'n soort paletje van hun gebruikt. Essence oogschaduwen zijn altijd een beetje moi. Ze zijn nooit zo echt heel erg goed. Valt nou gewoon mijn oorbel uit mijn oor? Mijn oorbel is er gewoon klaar mee, jongens. Oké, I'm back. We gaan weer door met het programma. Dus ja, ik ga even hiermee een look maken. Het wordt gewoon een makkelijke soft lookje. Want ja, dit zijn niet echt hele heftige kleuren of zo. En we gaan gewoon eventjes bekijken ja, of dit paletje goed is. Dus laten we inzoomen op de ogen. Dit paletje is wel echt een beetje het hoofdproduct van de hele set. Dus als het paletje niks is, ja, dan is de hele set het bijna niet eens meer waard. Ik ga beginnen met deze lichte bruine matte kleur. Die heet My Story. Die ga ik aanbrengen met een hele grote Fluffy Quast Bougie Shop UP21. En die ga ik zo lekker wild aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik hoop dat de look gewoon mooi wordt, want ik moet vandaag nog weg en ik wil graag gewoon deze make-up ophouden. Oh, het valt me nu pas op dat we ook een spiegel krijgen. Dat is wel echt fijn. Dat vind ik echt altijd top. Dan ga ik in met de donkerbruine matte kleur. Die heet With a Feeling. Die ga ik aanbrengen met een iets kleinere fluffy kwast, Sueva kwast 228. En die kleur breng ik dan ook aan in mijn arcadeboog, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Dan pak ik deze lichte nude kleur, die heet Good Times. En met die kleur ga ik zo een beetje over de randen om het goed uit te blenden. Dan ga ik allebei die bruine matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik nu in met deze bruine glanzende kleur, die heet Game Changer. Het is een beetje zo'n bronzy kleur zoals je kunt zien. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Oeh, daar komt best wel veel kleur van af, dat is wel fijn. Hele mooie bronzy kleur dit. I like it. Ik gebruik niet heel vaak silk kleuren. Ik pak normaal altijd goud. Maar ik dacht, weet je, ik ga nu een keer niet voor goud, maar voor iets anders.
En dan pak ik weer een beetje van die donkere bruine matte kleur. En daarmee ga ik een beetje zo blenden bij de randen om alles goed smoky te maken. Gewoon een heel klein beetje maar. Weet je wat ik echt bijna altijd heb met oogschaduw van Essence? Is dat ze wegblenden. Ze hebben altijd best wel gewoon veel pigment en zijn best wel mooi. En als je ze aanbrengt is het gewoon helemaal top. Maar dan zodra je gaat blenden, blendt het gewoon altijd zo een beetje weg. Ze blijven zeg maar niet plakken. Dat is altijd zo vervelend. Dat verpest altijd een beetje de look. Maar ik ga gewoon even iets meer aanbrengen en dan gewoon niet meer blenden. Dan pak ik deze witte glanzende kleur, die heet Shine On. En die kleur breng ik aan in de binnenste ooghoek. Oeh, die is ook weer super heftig. Oei, kijk even dit jongens. Nou, ik moet zeggen dat dit allemaal best wel goed ging. De matte kleuren hebben niet super veel pigment, alleen ze blenden wel echt super goed. De glanzende kleuren hebben best wel wat pigment. Maar zoals ik al net zei, ik vind het dus altijd minder dat ze een heel klein beetje vervagen. Dus dat is wel minder. Maar al met al voor de prijs ook, is het een oké paletje? Is het een super goed paletje? Absoluut niet. Maar voor een beginner of zo om te oefenen en zo en om gewoon zo'n soft look te maken, is het echt wel gewoon prima voor de prijs. Dan ga ik een eyeliner maken met deze nieuwe eyeliner. Dit is de Essence Super Last Waterproof Eyeliner. Deze vind ik van hun altijd super fijn. Deze heb ik al in de normale versie. Kijk, ik heb hier de normale versie van deze eyeliner. Deze is best wel groot. Zeg maar, de applicator is best wel groot, zoals je kunt zien. Dus ik gebruik hem vaak met van die hele aparte looks. Als ik echt iets op mijn gezicht moet creëren of zo, dan gebruik ik vaak deze. En dit is dus de waterproof versie. Is die ook zo groot? Ja, deze is ook zo groot. Zie je dat? Zo'n hele lange applicator. Maar goed, ik ga even hiermee een wing maken. Ja, wat ik al net zei, het kwastje is zo lang. Kijk hoe heftig deze wing is geworden. En dat was helemaal niet de bedoeling. Maar dat komt gewoon omdat dit kwastje zo lang is, dat je gewoon in één keer zo'n hele lange wing aanbrengt. Terwijl je dat misschien niet per se wilt. Dus het is nou wat heftiger geworden dan dat ik wilde. Ik persoonlijk gebruik hem niet meer voor de ogen. Ik gebruik hem echt alleen maar als ik dus echt iets groots wil creëren. Want dan is het weer wel fijn als een kwastje zo wat langer is. Dus ja, het hangt er vanaf waar je hem voor wilt gebruiken of je hem fijn gaat vinden. Formule is wel heel fijn. Hij is gewoon helemaal zwart en mat. Dus dat vind ik top. Dan ga ik verder met de mascara. Dit is de Hello Good Stuff mascara van hun Good Stuff line. Ik ben heel benieuwd of ik deze fijn ga vinden. I don't know. Volgens mij heb ik hem ooit gehad. Dit is hoe de applicator eruit ziet. Gewoon vrij normaal. Op zich is het best wel gewoon een fijne mascara. Hij geeft best wel wat volume. Hij pakt ook gewoon goed mijn mini slechte wimpertjes vast. Ik vind hem best wel oké. Volgens mij heb ik hem nog niet getest. Dus volgens mij is hij gewoon echt nieuw voor mij. Ik vind hem best wel fijn. Je kunt het niet heel goed zien, want ik heb bijna geen wimpers. Maar hij heeft best wel wat volume gegeven. Dat vind ik wel fijn. Ik ga even nep wimpers opdoen. Ik ga deze wimpers opdoen van Queen Tarsie. Dit is in de stijl Ariana. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Dus we kunnen weer verder. Het volgende van de collectie, het één na laatste, is deze blush. Dit is de Gradient Powder Blush in de kleur 04 Peachy Dawn. Zoals je kunt zien is het echt zo'n beetje een ombre blush. Het gaat echt zo van oranje naar zo'n lichte vanille kleur. Echt ombre. Ik ben heel benieuwd, want hij oogst wel een beetje licht. Maar misschien is hij gewoon goed voor mij. Het is wel echt een hele lichte kleur. Er zit ook echt een glans doorheen. We gaan gewoon kijken of dit mooi gaat zijn met mijn huidskleur. Op mijn huidskleur. De blushkwast die ik gebruik is een Boozy Shop kwast UP05. En dan pak ik gewoon zo'n beetje van die blush. Hij is wel echt heel glanzend hoor. Dan breng ik het gewoon zo hier aan. Ja, het is te licht voor mij jongens. Oh my god. Ik vind het wel een hele mooie peachy kleur. Alleen, ja, hij is wel echt een beetje licht. Hij heeft ook best wel veel glans. Daar moet je ook maar net van houden. Ik ben altijd meer van een matte blush. Of ja, er mag wel een klein beetje glans zijn, maar niet heel veel. Ja, nee jongens. Ik vind hem echt helemaal niks. Hij is veel te licht voor mij. Het maakt mijn gezicht bijna gewoon een beetje grijs. En dat is echt helemaal niet de bedoeling. Nee, hij staat mij echt totaal niet. En ik vind het ook veel te veel glans hebben. Dus voor mij is deze blush een beetje een no-no. Ik ga geen highlighter aanbrengen. Want sinds ik mijn al mat video heb gemaakt, waarin ik mij helemaal heb opgemaakt met alleen maar matte producten, ben ik obsessed met een mat gezicht. Dus ja, dat ga ik gewoon niet aanbrengen. En ja, de blush heeft ook al wel gewoon genoeg glow. Oké, dan het laatste product is deze lipstick. Ik hou altijd van Essence lipsticks. Nou, altijd best wel fijn. Ik heb hier de kleur 02. En het is een beetje een rozige nude kleur. Dus die ga ik even aanbrengen. Ik ga wel wat ik al op heb eraf halen, obvious. Het bleef best wel goed zitten, deze gloss. Dus dat is wel fijn. Oeh, het is wel echt heel roze. Oké. Oké, dit is echt iets te roze naar mijn smaak. Oh my god. Het is gewoon echt straight up roze. Dat had ik niet verwacht of zo. Ik had meer nude verwacht.
Oké, de kleur vind ik echt helemaal niks. Het staat ook echt helemaal niet met de look van vandaag. Ik hou niet van zo'n roze kleur. Maar ja, dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Voor de rest is de lipstick wel gewoon fijn. Lekker gepigmenteerd, lekker creamy. Dus dat vind ik wel top. Fijne lipstick, alleen geen fijne kleur voor mij. Dus ik ga het er ook gewoon eventjes afhalen. En ik ga gewoon een mooie bruine nude kleur aanbrengen. Ik ga deze Morphe Sweet Tea lip set aanbrengen. Dit is dus de hele Sweet Tea collectie. Lippot loodje in de kleur Sweet Tea. Lipgloss in de kleur Sweet Tea. En deze lipstick ook in de kleur Sweet Tea. Zo, dit staat echt een stuk beter met deze look. En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn Glow Fixing Spray van Youstar. En dan ben ik klaar. Nou mensen, dit was echt een leuke make-up set. Ik vond het echt heel erg leuk om deze video te maken. Ik vond het echt wel een leuke set. Ik zal even nog snel vertellen wat ik van alle individuele producten vind. Deze Smoothie Gloss was gewoon oké. Ik vind alleen de tube niet zo fijn, want hij is echt super, super gevoelig. Deze primer is echt amazing. Echt super mooi. De glans die hij gaf was echt fantastisch. Dit vind ik echt het beste product van de hele set. Deze spons is fijn, alleen ja, ik vind de shape gewoon niet mooi. Maar als jij geen probleem hebt met de shape, dan is hij wel gewoon heel erg fijn. Hij is lekker groot en zacht. Deze vind ik ook wel fijn, alleen nogmaals, het kwastje is dus te groot. Ik persoonlijk vind dat niet zo fijn werken op iets kleins zoals je ooglid. Deze lipstick is gewoon fijn, goed gepigmenteerd en zo. Alleen de kleur vind ik persoonlijk niet zo mooi, maar als dit echt een kleur is voor jou, dan ga je er echt heel happy mee zijn. Deze mascara vond ik op zich best wel fijn. Hij deed gewoon wat hij moet doen. Heeft Essence betere mascara's? Ja, ik vind de Princess Lash mascara beter. Maar ik vind hem absoluut niet slecht. Ik vind hem echt best wel fijn. Dit paletje was ook gewoon best wel oké. Het is wel echt zo'n cliché oogschaduw formule van de Essence. Het is allemaal gewoon oké. Alleen niet echt heel spectaculair. Alleen je kunt er best wel gewoon een goed lookje mee maken. Zoals ik vandaag ook heb gedaan. En dan deze blush. De blush is vandaag het enige wat ik echt helemaal niks vond. Ik vind de kleur niet mooi. Maar ik vind ook gewoon de formule niet mooi. Dat glanzende zo. Ik vind het persoonlijk gewoon echt too much. Dus deze blush is het enige van de set dat ik echt absoluut helemaal gewoon niet zou aanraden. Al met al is het echt wel een leuke set. Vooral voor beginners. Als jij een beginner bent in de make-up of je bent nog een jong meisje en je wilt niet allemaal te veel make-up op en zo of te veel betalen, dan is deze set echt wel een goede deal voor jou. Essence is al super goedkoop, maar nou is het wel echt heel erg goedkoop. 15 euro voor 8 producten, waarvan de meeste producten echt gewoon top zijn, is gewoon echt amazing. Dus ik vind het best wel gewoon je geld waard. Alleen al voor deze primer. Ik zou echt al gewoon 15 euro betalen. Alleen al voor deze primer. Dus al met al vind ik het echt best wel een leuke set. En zou ik hem zeker aanraden. Vooral voor de jongere meiden onder ons. En de beginners. Wat vonden jullie van deze set en van de make-up look? Laat me je mening weer horen beneden in de reactie. Ik vind het altijd heel leuk om te kletsen met jullie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!